moment om aanvullend aan de stellingmaand een festival te laten organiseren door Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Waardoor de aandacht nog meer op de verschillende accenten van de stelling van Amsterdam kan worden gelegd. De vele contrasten die men kan waarnemen en die er spelen rond de stelling van Amsterdam vormen de inspiratiebron voor dit nieuwe festival Op de Bres. Dit jaar, tijdens de eerste editie hier in de Vechtstreek, is het thema bedreiging en geborgenheid. Immers, in 1870 was er een dreiging vanuit het oosten, naar aanleiding van de oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. En dat was... En sindsdien is dit fort nooit en te nimmer weer aangevallen. En ze zeggen dat dat komt omdat hier het moedigste leger van de hele wereld stond te waken. Dat nergens bang voor was. Zo zie je, wie moed toont, krijgt alles gedaan. Je moet moed tonen, anders krijg je niets gedaan. Ik ben een vissersmeid. Wil je dat echt weten? Ik werd verliefd op de knapste vissersjongen uit het dorp.